Hoi allemaal, super leuk dat je op deze video hebt geklikt. In deze video ga ik een soort planning maken voor mijn aankomende toetsweek. Want precies over een week beginnen mijn eerste tentamens. Mijn laatste toetsweek van de hele middelbare school. Ik zit in 6 VWO en in mei zijn mijn eindexamens. Dus er hangt best wel wat af van deze toetsweek. Nu sta ik er gewoon goed voor. Maar ik wil dat graag ook blijven staan. En ik ga vandaag jullie gewoon een beetje laten zien hoe ik me voorbereid op deze toetsweek. En een planning maken en gewoon even samen leren. Dus mocht je benieuwd zijn hoe ik het allemaal doe, doe dan een duimpje omhoog en abonneer hier beneden. En laten we snel gaan beginnen. Ik ga eerst even voorbereiding treffen om goed te kunnen leren. En later in deze video zal ik ook tips geven over hoe ik precies leer. Wat ik als eerste ga doen is even mijn bureau opruimen. Want ik zal jullie het even laten zien. Hier staat mijn bureau en zoals jullie kunnen zien is die best wel chaotisch momenteel. Dus ik ga eerst even opruimen, want als je gewoon een schone werkplek hebt, dan kan je echt beter concentreren. Er liggen hier nog allemaal kleding en gewoon allemaal andere verpakkingen. Mijn toilettas, een beamer. Allemaal boeken die ik ook moet leren voor in de toetsweek. Helemaal opgeruimd. Alleen nog maar leerspullen erop. Dus dat is top. Andere tip, ook heel easy. Maar zorg voor water. Ik heb heel snel, als ik aan het leren ben, dat ik vergeet om te drinken. Eten herinner mijn buik me wel aan. Maar aan drinken niet. Als het gewoon in de buurt staat, kan je af en toe even een slokje nemen. Dus dat is gewoon een makkelijke tip. Maar helpt wel. Ik ga nu een planning maken. En dat is echt lang geleden dat ik dat heb gedaan. En dat komt omdat ik het meestal gewoon een beetje in mijn hoofd een planning heb zitten. Maar verder niet. Alleen we hebben gewoon echt heel veel stof. Want van best wel veel vakken moeten we eigenlijk gewoon alle examenstoffen al doen. En van sommige vakken niet. Maar dan is dat nog wel gewoon veel. Dus ik ga even een planning maken. Zodat ik kan zien van elke dag ik wat moet doen. Wat ik soms demotiverend vind aan een planning is als je dat niet hebt gedaan of niet is gelukt. Dan heb je die dag daarna weer extra veel. Maar ja, zo werkt het wel een beetje. Eigenlijk nog beter om een planning van nog langer van tevoren te maken. Maar een weekje, dat is voor mij denk ik wel goed. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En ik ga dat gewoon even doen via een simpel Word documentje. Dus niet een heel schema of zo. Maar gewoon duidelijk per dag wat ik moet doen. Mijn planning per dag wat ik moet gaan doen. Ik ben heel benieuwd hoe dit voor mij gaat werken. Maar ik ga vandaag in ieder geval beginnen met wat ik vandaag moet doen. En ik heb economische groei, het boek afmaken. En ik zie dat ik het verkeerde boek voor me heb. De toets gaat over 2 boekjes eigenlijk. En ik ga vandaag proberen gewoon alles te doen van het eerste boekje. Gewoon helemaal de tekst lezen en zo. Dan Frans literatuur wil ik eigenlijk helemaal de theorie uit leren of lezen. En van hoofdstuk 7 echt al leren. Van Nederlands boeken elk boek een samenvatting hebben. Maar ik heb eigenlijk daarvan al bijna alles op 3 boeken na. Dus het is denk ik allemaal wel haalbaar. En als ik meer tijd over heb, kan ik altijd beginnen aan iets nieuws. Er staat ook een paar keer in de planning van overige wat ik nog niet heb afgemaakt, afmaken. Zodat, stel gebeurt een keer iets onverwachts of zo. Ik bleef ergens bij vasthaken omdat ik iets niet snapte. Of mijn motivatie was niet zo hoog. Of kwam iets tussendoor waardoor het niet was gelukt op die dag. Dat ik dan nog altijd heb om dat alsnog te doen. Maar ik ga nu in ieder geval eerst even economie doen. Nog een tip is, doe gewoon lekker comfortabele kleding aan. Want niemand gaat je toch zien. En ook al zagen mensen wel boeit alsnog nu natuurlijk. Maar gewoon lekker aan hoe zij lekker vindt zitten. Oké, goed nieuws. Het leren gaat best wel goed. Ik heb ondertussen een lekker stokbroodje kruidenboter als snack. Maar ik ga nu even iets leuks doen. Ik ga me namelijk inschrijven voor mijn studie. Ik stelde het telkens uit en ik dacht, het past wel goed in dit thema, want eerst was er iets verkeerd met mijn DGD en daardoor kon het ook niet. Ik dacht, ik ga het gewoon doen. Welke studie ik ga doen, zul je misschien afvragen. Ik ga bedrijfskunde studeren in Nijmegen. En ik weet het eigenlijk al best wel een tijdje. Ik had eerst natuurlijk wel een en ander getwijfeld, maar op een gegeven moment wist ik gewoon wel echt dat ik dit wil gaan doen. Ik heb het hier zo voor mij. De WO Bachelor Bedrijfskunde, Radboud Universiteit Nijmegen. Begin datum 1 september 2024. Start als eerstejaars. Toch best wel definitief of zo om dit toch wel te doen. Ik ben aangemeld.
dat was eigenlijk echt heel makkelijk. Het voelt aan de ene kant natuurlijk super chill dat ik geen hele numerus fixus voor ding moet doen. Maar aan de andere kant ook weer stom, want ik weet niet, ze kijken totaal niet naar je motivatie of wat jij kan of wie jij bent. Dus aan de ene kant natuurlijk chill, maar aan de andere kant ook gewoon, het voelt een beetje makkelijk of zo. 6 jaar keihard gewerkt en dan alleen een papiertje telt letterlijk. Maar maakt niet uit, prima. Ik ga nu in ieder geval weer lekker verder. Economie is bijna klaar. En daarna kan ik door aan Frans. Ik kreeg letterlijk net een mailtje dat ik toch iets van een vraaglijst moet invullen. En ook mijn cijfers moet doorgeven. Dus er is blijkbaar wel iets van procedure. En als het allemaal goed is, dan word je gewoon aangenomen. En als het niet goed is, dan kom je op gesprek. Dus je wordt niet gelijk afgewezen. Maar ik vind het op zich wel leuk dat het toch nog iets is. Dus ik ga dit eventjes nu gelijk invullen. Economie is klaar, of in ieder geval voor vandaag. En ik ga zo meteen verder met Frans. Maar ik dacht, ik geef nog even wat tips hoe ik leer. Het eerste wat ik wil zeggen is dat iedereen anders leert. Ik heb best wel een goed geheugen. Dus als ik iets lees, kan ik dat best wel makkelijk onthouden. Wat ik vervolgens doe, is aan een docent vragen welke opgave past ongeveer bij de toets. Of welk niveau is er op de toets. Want zeker bijvoorbeeld bij economie, wat ik net deed, zijn de vragen soms echt heel erg anders dan de stof. En bij sommige vakken is dat wat minder. Bijvoorbeeld met ook Frans literatuur. En oprecht, de stof zijn ook gewoon de vragen. Dus je weet precies wat je moet verwachten. Maar het is soms handig om te leren voor echt de vragen die je krijgt. Het klinkt misschien heel logisch, maar ik ben soms ook best wel snel geneigd om gewoon blindelings gewoon de stof te gaan leren en wat minder gericht op de toets. Maar dat is soms handig en best veel docenten zullen wel wat tipjes weggeven. En voor nu even mijn laatste tip is probeer echt de tijd dat je leert en de tijd dat je relaxed echt optimaal te gebruiken. Dus niet het door elkaar te verweven, ook al doe ik dat soms ook. Als je gaat leren, leg je telefoon gewoon echt helemaal weg. En als je gaat relaxen, leg je boeken en de stof in je laptop ook gewoon echt helemaal weg. Je hebt op een avond 4 uur de tijd, dan is het eigenlijk vaak wel onmogelijk om die 4 uur lang hard te blokken, tenzij echt stress en haast is. Maar verder lukt dat vaak niet, omdat toch je concentratie een beetje wegglijdt. Probeer dan echt gewoon een pauze in te lassen van een vaste tijd. En dat je die tijd ook gewoon echt relaxed en gewoon even je lichaam weer tot rust laat komen en je hersenen tot rust laat komen. En dan de tijd dat je studeert ook echt studeert. Want als je je tijd optimaler gebruikt, heb je uiteindelijk ook meer vrije tijd over. Klinkt heel logisch. Ik snap dat met de telefoon en alles het verleidelijk is om dit niet altijd helemaal op te volgen. Maar dit kan me echt heel erg helpen. En zeker als je ook een beetje tijd tekort hebt, ervoor zorgen dat je tijd nuttiger gebruikt. Ik ga nu dus verder met Frans. Ik probeer even alle stof te doen nog van hoofdstuk 8 en 9. En dan misschien nog de dichters van hoofdstuk 7. Ik moet literatuur, het is niet zo interessant, maar ook niet heel erg lastig. Dus dat is toppie. Dus Frans aan het samenvatten en het gaat eigenlijk best wel goed en ik vind het ook wel een soort van interessant. Ik heb nu hoofdstuk 7 en 8 gedaan en ik moet alleen nog hoofdstuk 9. Dus die ga ik ook nog even doen, maar het is dus wel 10 uur geweest. Dus ik denk, als ik daar klaar mee ben, dat ik gewoon lekker ga slapen. Ik heb hoofdstuk 9 ook helemaal af, dus dat betekent dat ik alles heb gedaan wat ik wou doen, behalve dan Nederlands. En als ik eerlijk ben, denk ik niet dat ik dat allemaal had gedaan als ik niet mijn planning had. Dus ja, voor vandaag heeft dit goed gewerkt. Ik ga nu lekker slapen en morgen ga ik weer helemaal leren en naar school en werken en weer helemaal een nieuwe dag. Maar ik sluit deze video bij deze af. Mocht u meer vragen hebben over hoe ik leer of over mijn toetsen of wat dan ook, stel ze dan vooral hier beneden. Ik help jullie graag. En mochten andere mensen ook een toetsweek hebben, heel veel succes. En dan hopelijk snel tot een nieuwe video. Doeg! We started off Freddie and Daphne, so good that it felt like a trap to me. The girl on my dream like a fantasy, but we've been caught out in reality.